Hallo, ik ben Erik van Gerwen, adviseur in de landbouw, werkzaam bij Vlamings. Dit is mijn collega Marijn en die werkt bij Agrocentrum. Hey Marijn, je hebt me hier uitgenodigd voor deze proef. Wat kun je me allemaal laten zien? In deze proef willen we de ondersteuning in de plantgezondheid van de Vitalozole Gold in suikerbieten laten zien. Nou, dit is het object onbehandeld en zoals je ziet gaat het helemaal kapot van de Cercospora en van de Ramularia. En als we in dit object kijken, dit object is 3 keer gespoten met een fungicide. Een middel wat dat beschermt tegen bladziekten. En de tijd daartussen is zo'n beetje 3 weken geweest. We kijken nu naar beelden van 8 weken na de laatste toepassing. En we lopen door naar het volgende object. En in dit object hebben we bij de fungicide nog een keer de Vitalozole toegevoegd. En als we kijken naar het beeld van deze bieten, dan staan deze er toch echt het gezondste op. De minste hoeveelheid Cercospora en de minste hoeveelheid Ramularia. En een stuk donkerder groen vanwege de vitaliteit van het gewas. De proefveldjes worden gerooid door Proeftuin Zwaagdijk en de monsters die worden bij het IRS verwerkt voor de kwaliteitscontrole. Een biet met een goede bladgezondheid produceert het meeste suiker. Een biet zit in minstens 35 suikerklontjes.